Wat jullie hier zien zijn mijn hersenen. Voor mijn onderzoek kijk ik ook in hersenen. Niet die van mezelf, maar in die van mensen die een psychose hebben gehad. Nou, we denken dat het immuunsysteem is ontregeld bij mensen die een psychose hebben gehad. Dat is moeilijk om in de hersenen te zien, maar het idee is dat er dus een toename is van water in het hersenweefsel. En we willen eigenlijk kijken of dat überhaupt zo is. En als dat zo is, wat dan het effect is van de ontstekingsremmende medicijnen bij deze mensen. Dat doe ik helaas niet meer. Dat heb ik wel veel gedaan en dat vond ik ook heel leuk om te doen. Ik ben op dit moment vooral bezig met mijn werk achter de computer. Dus ik schrijf artikelen en ik analyseer gegevens, bijvoorbeeld de MRI-scans. En het idee daarvan is eigenlijk dat je zo'n MRI-scan voor je moet zien als een 3D-foto. Die ingedeeld kan worden in kleine kubusjes die allemaal een bepaalde waarde hebben. En zo kan ik die waardes vergelijken tussen bepaalde groepen. Maar naast het onderzoek naar de hersenscans en bijvoorbeeld de ontstekingsremmende medicatie, wil ik in de toekomst ook antipsychotische medicatie onderzoeken, want die hebben effect op zowel de hersenen als het immuunsysteem. Vanaf de middelbare school was ik al erg geïnteresseerd in biologie. En in die tijd las ik dus ook het boek van Dick Swaap, Wij zijn ons brein. En ik vond het heel mooi om te zien dat je dus de psychologie met biologie kon verklaren. En zo kom ik dus ook bij mijn bachelor psychobiologie terecht. En daar kom ik in aanraking met onderzoek naar psychoses. En ik weet dat psychose best wel ingrijpend kan zijn. Dus ik vind het eigenlijk heel mooi dat ik nu mijn onderzoek kan voortzetten in die richting. Dit onderzoek is eigenlijk maar een heel klein stapje. We weten dat er heel veel verschillende biologische processen zijn betrokken bij het ontstaan van psychoses. En dat verschilt waarschijnlijk ook weer per persoon. Maar we hopen dat als we meer inzicht hierover krijgen, dat we in de toekomst beter een behandeling op maat kunnen maken. Want het leven met een psychose kan heel zwaar zijn. En ik vind het heel belangrijk dat we daar zoveel mogelijk aan doen om dat te verbeteren. Maar daar werk ik samen met mijn collega's en andere onderzoekers wereldwijd heel hard aan.